Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering 139 van Disneycraft. En we zijn dit keer met, even kijken hoor, alleen met Leroy. Oké, alleen met Leroy. Ja. En waar is de rest dan gebleven? Oh, daar ben je Irma. Hallo. Kom eens even tevoorschijn, Irma. Huppakee, eruit jij. Je dacht van, ik verstop me. Oh, daar heb ik Kevin, gelukkig. Oh. De hele crew is compleet. Gio, de hele crew. Nee, maar het crewgroepje, het is het crew. Ja, Gio is ineens weg, maar die zal hopelijk wel weer terugkomen. Die is opgegeten door hou op over die stomme Donald. En we zijn dit keer in Disneycraft 1.0, dus dat is wel weer een tijdje terug. Vorige keer waar we hebben gekeken en je ziet waar we zijn gebleven. Zo, nieuwe ingang. Bij de monorail en de Tower of Terror zijn we dan geweest. En de reuzenrad, en we gaan nu richting... Huh? Dit was een recht pad, weet je nog vroeger? Ja. Dit was... Space Mountain, Simba Coastal Line. Nou, ja. Oh, het staat er nog steeds op bordjes, inderdaad. Dan kan je precies weten waar we naartoe gaan. Oh ja, en dan had je die tunnel naar dat vliegtuig. Oh, dat is weg. Is tunnel weet met... je dat oh, nog, die tunnel? Ja, die daar kon je omhoog. Ja, klopt. Ah. Dat was een hele hoge tunnel. Klopt. Of een ladder eigenlijk. Ja. Gaaf, joh. Vincent, en... waarom zet je niet meer in je parachute? Nee, ja. Precies dan weg, ja. Waar zie je het parachute? Oh, daar zie ik hem. Ja, inderdaad. Daar stond ik altijd op, ja. Nog steeds. Ja, hè? Ja, daar staat hij nog steeds. Ja. Oh, yeah. Space Mountain en Missie... Oh, Missie 2 is het gewoon. Dan gaan we daar eens kijken. Tomorrowland. Dit is wel de nieuwe. Ja, dit is wel de nieuwe, ja. Daar is niks aan veranderd. Nou ja, pad wel. Dat was met die Erasier-hok. Dat zat hier, toch? Ja, aan de zijkant, voor de, views. Kijk achter de schermen. Oh, leuk. Oh, kijk nou. Dat is gaaf. Dit is heel gaaf. Niet alles. Hier is de attractie al gesloten? Ga even controleren. Oh ja, hier had je heel erg altijd op knopjes, je weet dat het niet werkt. Zo, en hier kwam dan de attractie. En we kunnen even binnenkijken in de attractie, waarom niet? Maar volgens mij is er weinig... Ja, de kleuren zijn sowieso aangepast. En de baan is ook wel iets veranderd. En ik geloof niet... Ja, Leroy heeft natuurlijk pas de attractie al aangepast bij ons weer. Maar ik denk niet dat er superveel veranderd is aan deze attractie, zoals je ziet. Wow. Dit is echt nog... Nee, dit hebben we heel lang gehad, dit. Dus, ja, joh. Oh, hier is het helemaal kapot, joh. Huh? Waar? Hier. Oh ja. Oh ja, apart. Wow. Misschien is er een TNT afgegaan of iets. Ja, of lava. Het lava, dat heeft natuurlijk lopen smelten hier. Bak lava. Oh, dat zullen wel meer plekken zijn, vrees ik. Want ik denk als je... Wat raar, ik denk als je dit wol hierbij doet... Oh, ja, dat, je hebt lava eruit, jammer. Nou ja, goed. Dan we breken hieruit. I want to break free. Ik heb een gaatje gemaakt in het dak. Dan kun je allemaal eruit. En zoals je ziet is het dus, de stoombriks zijn weg. Dat is wat vervangen door, ik weet niet, volgens mij staan die hekjes er wel, maar aan deze kant staan ze niet meer. En hebben we wat meer een open gevoel gegeven aan mensen. Dat het niet zo afgesloten is allemaal. En dat was dus de, ja, hier kwam je ook best wel redelijk dichtbij, joh. Bij het gebouw, moet je kijken. Ja. En hier hadden we de bus. Ja, dat is de bus, ja joh. Bananabus. Het was vroeger de bananenbus. En hier, als het goed is, ging je dan treinspoor over inderdaad. Het ziet er ook wel heel gezellig uit, zoiets hoor. Ja, en toen gebruikten we vast? Geen... TP, even kijken hoor. Mr. Aardbeving naar Da Vinci, alsjeblieft. En hier hadden we dan iron bars gebruiken meestal voor dit. Maar dit was een treintje, leuk hè? Ja, Irma. Ja joh, ja. En dan gingen we verder en dan komen we langs de Donalbaan. En ik zie ook de oude cars nog in de verte, maar dat is iets voor Leroy. Jeugd, dit is jeugd. En de Donalbaan is natuurlijk wel iets veranderd qua layout. Ik ga er heel snel over spieken. Hij is er zelfs nog. Schitterend. Wow. Kijk. Ja, we gaan het halen. Oh, prachtig dit. Dit is de verkeerde kant of we moeten de andere kant op, Leroy? Kom maar aan! We komen niet verder. Ik zit vast. Echt? Ja, je hebt dat ding gesloopt. Heb ik dat? Nee. Kom, we gaan erin. Wacht, ik span een karretje. Oké, daar gaan we. Oh, hier staat erin. Kom, daar gaan we hoor. Oké, dat is... Ja, dit is gaaf, joh. Kijk die bocht. Ja, prachtig. Hallo. Oh, is hier iemand? Ik zit hier in een verlaten park, maar... Is dat zo? Ja. Ik denk dat je even gaat helpen. Oh kijk, hey, daar zien jullie. Dit was de oude layout. En dan kom je bij het Donald-Hofie. Die heeft er ook heel lang gestaan. En hier de remmen. Schakeling, hè? De voetschakeling. Daar ga ik. Kijk hem, grap!
Oh, die looping. Hop. Mooi, hè? Schitterend. God, god. Oh, de dubbelbaan. Wee, en dan komen de karretjes. Kijk ze omhoog schieten. Prachtig. Wacht, dit was vroeger bij die ene aflevering. Kijk die karretjes. Toen kon je voor de vriend. Oh, daar komen ze. Oh, oh, kijk hoeveel karretjes. Die karretjes. Oh, ik ga weer terug. Ik denk dat het wel goed komt nu. We gaan weer terug. Nee, joh. Je gaat de verkeerde kant op. We staan vast. Echt? Zo, kijk hoeveel karretjes hierin. Kunnen we duwen? Holy crap, joh. Kijk nou. Oké. Ommetje, kom je er nog uit? Ja, ik zit even wat lekker. Ja, je zit onder water wel. Wow. Oh, je bent er. Oh, jeetje. Nou, we gaan wel veel snel weg. Tim is eruit gecrashed. Spring al met hard. En we gaan terug naar de cars, jongens. Wat ongelooflijk, moet je kijken. Oh, wat een ja, prachtig. Maar dit is toch de oude, ik wil ritje. Kom, ingang cars, weet je toch? Met de eigen bars. En dan ging je daarin. Oh, kijk nou. Dat het omlaag ging. Jeetje, leek net. Nou, welkom in de gevangenis. Ja. Oh, dat weet ik nog. Ja, en dan had je daar dat hoekje, ja. Ja, klopt. En dan ging je hier instappen. Zullen wij zeggen, stap erin, Leroy? Ja? Ja, stap erin. Oké. Oh, kijk! Dat ding is zo leuk! Oh, ik wil er ook in nog. Daar gaan we. Oh, kijk hoe gaaf, jongens. Dit is echt... Irma, weg! Irma! Je moet W drukken, dan ga je harder. Oh, weg! Irma, weg! Oh. Wat is dit dan? Het is gaaf dit, jongen. Dit is echt, dit is prachtig. Goed zo, Irma. Ga er maar voor me. Ik heb een achter me. Oh, leuk dat je door die dark rijdt. Dat was een grote attractie. Oh, waar ben je? Irma, ik ga harder dan jou. Kom op. Wauw. Kijk hoe kaal het eruit zag, hè? Met die bergen ook, weinig detail en zo. Ongelooflijk. Irma gaat dit. We gaan nog een keer! Kom dan die oh joh. Keihard! Keihard voor die attractie! Oh! Leroy, kom kijken alsjeblieft. Kom eens naar me toe. Kijk dan. Oh, dit moet je zien. Dit is schitterend. Kijk dan, Leroy, kijk! Een karretje! Oh, prachtig. Oh, we gaan in het Cars Museum. Cars Museum, ja. Kijk nou. Oh, dat was er al. Ja. Daar was ik toen al mee begonnen. Oh, Radiator Springs. Ja joh, leuk. En dit was de opengemaakt. En hier was dan de attractie. Ja. Wat zit hier achter nu? Even kijken. De attractie. Oh, Dark Ride. Oh. Toch een Dark Ride gedeelte ook. Grappig joh. En hier de info. Jee. En had de info over de film. Wat gaaf joh. Hier was ik toen net mee bezig. Ja, dit was toen jouw opdrachtje toen je voor je medewerker werd, toch? Ook. Ja. Gaaf ja. joh. Oh, tof. Wauw. Dit is echt... Ja, dit is sowieso allemaal jeugd joh. Dit... Fantastisch. Nou, dan zal mijn jeugdsentiment erop nog staan. Nou, ik denk dat... Zou de clown daar nog zijn? Nou, ik zie nu ook al de Kestelterror. Die is hier, de Kestelterror. Kestelcoaster, toch? Kestelcoaster was hier ook. En hier was de Terror. Ja, de Kestelterror. En dit was de... Ja, dit is de Terror. Oh, de Kerkers. Maar dat heette toen... Oh, dat was een spookhuis. Kestelcoaster achtbaan. Ja. Dat is die andere. Ja, dit was de ingang voor... Oh, gaaf. Zet je brightness ook. Oh, kijk nou, joh. Ja, dit was tof, maar dan, ja, die hangattractie werkt niet meer. Ze staan wel klaar hier. Maar dit was een hangattractie. Was ze er doorheen lopen? Ja, tuurlijk. Kijk dan, joh. En dan ging je langs het boek. Ja, het was heel creepy, want het was toch wel een soort van dungeon, een kerker idee. En er was ook een heel groot gat hier, klopt. Ja, dan kon je eigenlijk vanaf de attractie kon je er niet kijken naar dat gat. Nee. Omdat je in die karretjes waren zo hoog. En hier stond de NPC dan, waar ik nu sta, zo. Hier. Stond op te wachten. Ja, was gaaf. Ja, die stond precies op die hoek. Oh, kijk, karretjes zijn hier zelfs nog. Kijk, ze draaien. En hier een groot gat. Yeah. Hey! Hey! Daar is onze grote vriend weer. Wat een warm welkom. En dan ging al die TP naar ons. Ja, kijk, terug van vakantie. Terug van pizza bestellen bedoel je. Oh, lekker. Thuis bezorgd? Uitgang. Leroy! Ja! Hoi!
En terwijl we een mooie opera nummer hoort van Leroy. Zien we in de Catch the Terror. Er is deze nog, nog. Dit doe ik echt nooit. Het was prachtig. Heel raar. Het was prachtig. Kan echt niet hoor. Dit. Kan niet hoor dit. Nee, jammer dit. Nee, kan echt niet. En dit was, dit vond ik een hele leuke. Weet je waarom? Omdat dit zo speciaal maakt. Omdat het eigenlijk de eerste achtbaan was met zo'n grote looping. Dat ten eerste. En ook dat de wachtrij, zeg maar, ja, oh, ja, er onderdoor liep. Er onderdoor. En dat was schitterend. Dat maakt deze attractie wel heel gaaf. En dat was ook de allereerste achtbaan met een halve looping. Leuk om te weten misschien. Oh ja joh. En in het begin had je ook een, ja dankjewel, ik ga ervan zitten. Oh, stiekem hè, stiekem. En een stukje dark ride zat er ook in. Stiekem heb ik van de week nog een filmpje gekeken waarin je dit opende. Echt waar? Heel ja. Oh, gaaf joh. Het was toevallig. Ik was er toen ook bij. Ja, het is een hele mooie achtbaan. Ik duw je weer omhoog. Ja, is goed. Oh. Ik zit ook al... Wow! Wow! Ik sta stil! Nou, het was de bedoeling dat hij zo ging, de halve looping, dat je dan daarheen ging. Jongens, ik ga de verkeerde kant op. En dan moet je eigenlijk... Ik ga de looping in. Ja, dan moet je eigenlijk hier naar beneden zo. En dan ging hij daar, ging hij weer door. En dan ging je zo. En dan ging je Kevin, zo. Andere kant op! Kevin! Ik zit helemaal in de achtbaan. Ik zit helemaal... Kijk dan. Ik zit ook helemaal gebukt of zo, zie je het? Weg, Kevin, weg van de baan, Woe! Ja, Irma! Jammer dit. Je kan het toch niet op? Nee, dat zeker. Is een Turk, klopt. Helaas. Nou, dan gaan we gewoon door. Hallo. Hallo, Leroy. Hallo. Ik ga niet, nee, dat ga ik niet nog een keer doen. Stel je voor, die paal kijk hier. Kijkt nu toch niemand meer. Nee, dat is waar. Gozo doen, hè? Zodat je langs kon. Nou, we gaan eens verder kijken, want wij waren gebleven bij het punt dat we eigenlijk een rondje hebben gelopen bij dat gebied. Maar we willen natuurlijk ook de rest van het gebied zien, want er is nog veel meer. En dat gaan we even kijken op de bordjes, want ik zag daar een hele bekende attractie staan die nog steeds er is. Maar dat is natuurlijk de Lion King Simba Coaster ook. Twee attracties. Mm. En dat liep heel apart. Ja, die zijn er, waren er al, joh. Maar dan de oude Simba nog. Dat was apart. Oud. Hoe ging de auto ook alweer? Ja, dat was gewoon met sandstone alleen maar. En volgens mij was er niet heel veel veranderd. Volgens mij was het heel weinig gedetailleerd. En maar wel die racer. Ja, wel die racer. Ja, wel racer. Jo gaat de andere kant op. Ik geloof dat deze kant was. Treinstation staat er ook. Oh, hier was het treinstationnetje. Wat is dit? Oh ja, joh. Demi dit nog gemaakt, geloof ik. Tickets. Vervannen. Pride Lands. Ja, gaaf. Kijk, er zat dan nou een meneertje hier. Kijk dan. Hier wat ik gemaakt. Een mannetje zit hier en verschillende karakters. Heel veel heads trouwens in de server. Echt heel veel heads. Ja, heel veel. Nou, nog heel veel, ja. En dan komen we hier bij Savannah Pride Lands. Oh ja. En dan die boom staat er nog steeds. Ja, dat joh. Direct op. Die boom staat er. Hij is wel iets verplaatst, de boom. Weet ik uit copy-paste ervaring. Ja. En de aap hangt ook nog steeds in die liaan. Rooie hangt er nog. Ja. Wat is dit dan? Oh, dat was een vogeltje of zo. Ja. Wat joh. En hier had je in het midden had je een pleintje inderdaad. Het was eerst helemaal kaal. En toen is er een soort van balkon of een dingetje. Een gazonnetje of zo. En dan hier was de attractie. Met het Timon pas, nog steeds. Pas gesloopt. Eigenlijk. Ja, het is pas helemaal gerenoveerd. Het hele gebouw. Nou, je herkent het niet meer. Maar toen zat er nog boven. Ja, oh! Ja joh, besturing boven. Open, dicht. En een broadcast. Nu hebben we dat allemaal verbeterd weer met bordjes. En met plugins. En even kijken hoor. Hier een kamer. Daar kon je voor vroeger altijd op de foto. Op de foto was ook helemaal ingericht dit hoor. Met lianen en zo. Ja, dat had ik ingericht. Ja. Oh ja, toch? Nou tof. En dat Oscar, kijk dan. Oscar staat hier op. En dan gaan we hier naar beneden. Attracties sluiten. Wie heeft... Heeft iemand het serieus zo geschreven? Leroy. Atrati. Oh, kijk nou. Daar is ook nog een attractie waar we later heen gaan. Hier, ik zie het. Want nou kan je hier zo gewoon rechtdoor en naar links. Ja, klopt. Ja, raar hè? Dat is zo stom. Hier liep het gewoon dood. Ja. Nou, gaan we eens naar de andere kant. Ik hoop dat Irma en Kevin er ook nog aankomen. Ja, die zijn nog druk. Kevin is volgens mij nog druk. Kevin is nog weer hoofdjes aan verzamelen waarschijnlijk. Nee.
Nee, ik heb die zit in de Simba. Oké, top. En dan de Lion King. En de Lion King was natuurlijk een heel grote attractie eerst had het nog treintjes en toen werd het een loopattractie. Maar hier was zelfs het verhaaltje zelfs al. Maar dat is toen al wel. En die had Leroy afgemaakt, het verhaaltje, dacht ja, ik. Ja, klopt. Ja, hè? Nee, dat is, die had het eerste gezet en dat verhaal ook toen afgemaakt. Ja. Doorgezet. Bloed. Ook een. Oh, TNT. Oh, tranen. Nee. Ja, oké. Okay. Mag het? Laat het. Ja, dit blaast op, hè. Dit gaat kapot. Echt? Ik geloof het niet, hoor. Geloof je het niet? Ik zal de rest dan goed leggen voor je. Is goed. Even Oh! Zo! Nou, dit was de Lion King. Ja. Simba's trots. Nou, we zien het hier exploderen. Mooi, ja, die waterval. Veel beter dan vorige keer, joh. Kijk, dat ziet er veel beter uit. Gaan we nog, gaan we nog door de attractie? Of, ja, deze is niet veel veranderd, denk ik. Hè? Hij is hetzelfde, ja. Er zijn wat meer dieren bijgekomen. Ik geloof wat meer giraffen ook die door bomen heen komen uit mijn hoofd. En we hebben natuurlijk de grot is ook aangepast. En volgens mij, was het ook al die Pumba hoofd waar je binnen in ging? Ja, dat is zo. Oh, gaaf. Er was die Simba rots. Ja, dat was er ook al. Die rots. Leuk, joh. Ja, tof. Het is niet zo heel veel veranderd. Nee, dit is nog wel ooit kunnen we dit renoveren. Misschien ooit in een heel verre toekomst. Ja. Maar nu zit het in het verleden. En we gaan dus verder. Zullen we verder gaan naar de clownaval? Ja, dat heb ik zo. Maar ik denk, dat we de video hier gaan eindigen. Ja, dan gaan we de volgende keer terugkomen met de nog gavere attracties. En terwijl we genieten van Starbucks koffie, zeggen wij gedag. En tot de volgende aflevering Disneycraft. Doei doei! Dag!